Okay, en ik sta met een paar dames die drinken niet, dus ik heb zo nog twee. Ja, oké. Okay. Doe maar een beetje even, jongen. Ik denk 4 uur, dat is meestal niet heel goed te spreken als je om 4 moet komen. Dat was ook een goede. En wij gaan vandaag Nick de Enviumster overhandigen, of star overhandigen moet ik eigenlijk zeggen. Oh, en die heeft Nick meer dan verdiend. Meer dan verdiend. En de reden dat Nick het verdiend heeft, is 1, zijn loyaliteit. Nick is echt een Envium mens. Werkt al ruim 13 jaar, of, ja, goed, 13, ja. Bijna 13 jaar bij ons. Is begonnen als chauffeur op de kleine wagen in Amsterdam. En later de overstap gemaakt als teamleider, facilitair en mentorchauffeur voor de chauffeurs. Dat doet hij naar volle tevredenheid en denkt dat Nick iemand is die ook Envium bloed in zijn aderen heeft zitten. Vraag me niet hoe dat eruit ziet, maar het voelt goed. Het tweede wat is, Nick heeft een enorme inzet. Je kunt hem alles vragen, hij is er, of het een hygiëne ronde is, of de tank 5 dagen die we met elkaar gedaan hebben. Als je hem belt, dan is hij er. En ik weet dat Nick ook wel eens de balans privé, zakelijk niet altijd even goed heeft. En dus niet dat je daardoor een ster verdient, want dan mag ik er ook wel 3 ophalen en Gerrit ook, denk ik. Alleen het is wel zo dat we het enorm waarderen en dat dat gedrag ook zichtbaar is bij de mensen die eigenlijk het besluit moeten nemen dat iemand een ster krijgt. Nou, daarnaast hebben we een enorme betrokkenheid. Het woord kostenleiderschap is het Nick enorm toevertrouwd. Ook voor zijn mensen is hij betrokken. Van de week een situatie meegemaakt waarin Nick keuzes gemaakt heeft. Doet hij gewoon goed en daar zijn we heel tevreden over. 2 andere belangrijke dingen. Nick is bijna 13 jaar in dienst. Je moet wel in dienst zijn om een ster te verdienen. En last but not least, mag een aardige vent zijn nog. Ik bedoel, ja, ook niet onbelangrijk, hè? Ik zie allemaal kop in beeld. Ik win hem allemaal niet, maar Nick wint hem uit wel. Nou, we hebben Nick uitgenodigd voor project Stavoni. En Stavoni staat eigenlijk voor Star voor Nick. Oh. Alleen dat wist hij zelf niet. En dat hebben we hem net in een filmpje uit Sigma gemaakt. En dat filmpje zullen we gaan delen op een nieuwsflash maandag. Zodat jullie ook kunnen zien wat we gemaakt hebben. Zodat Nick van een toch een beetje bedompt gezichtje, wat gaat hier gebeuren op vrijdagmiddag, toch een grote lach heeft en bij deze die lach op gekregen. We hebben een paar ceremoniële dingen. Dat is 1, de champagne. Die hebben jullie al. Gaan we zo op toosten. Allereerst, Nick, wil ik je hier overhandigen de Envium Star. Ik zal hem even laten zien voor degene die hem nog niet heeft. En dat zijn er eigenlijk, Robert Offer, ja, veel mensen hebben hem niet. Ik zal even laten zien, jongens, dit is hem. Goed je best blijven doen, ik heb hem ook winnen. Van harte gefeliciteerd, super gaaf die inzet, die is voor jou. En de topper, die hoort daarbij, uiteindelijk is deze, die komt straks boven over haar te hangen. Deze stop je in de slaapkamer. En er staat op, 2020, Nick Hermans, topper 20. Dan wil ik eigenlijk met elkaar het glas heffen. Dat zouden we normaal gesproken in de kerk doen. Nou, dat kan even niet. Dus bij deze wil ik het glas heffen op Nick. En op zijn inzet, zijn bereidwilligheid voor Envium. Een echt Envium mens. En ik hoop dat we heel veel van dit soort dingen mogen uitreiken de komende jaren. Dus Nick, cheers. Op je gezondheid. En jongens, proost allemaal. Proost allemaal. Heel, dankjewel. Dankjewel.